Omgevingswet. Van denken naar doen. Donderdag 29 november kwamen bestuurders, ambtenaren en belangstellenden bijeen in het Food Dock in Deventer. Om te luisteren naar sprekers als publicist Joris Luijendijk. Goede bedoelingen garanderen geen goede resultaten. En Joop Fakkeldij, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Is iedereen wel goed betrokken geweest? Heeft iedereen wel zijn zegje kunnen doen? Heeft er wel een goede afweging tussen al die belangen plaatsgevonden? Dat is de kern van de wet. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Oversticht in samenwerking met VNG Overijssel en Mooiwaarts Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Enerzijds om ervaringen te delen, dus mensen gewoon af en toe bij elkaar te halen, te inspireren, maar ook even te prikkelen, kritisch te zijn, iemand vanuit een andere wereld naar die van ons te laten kijken. Goeie ochtend, interessante ochtend. Kort maar krachtig. Ik vond het verrassend. Ik vond het erg leuk om even weer uit je bubbel te komen, dagelijks met Omgevingswet bezig. Van onderop is het magisch woord, daar zijn we allemaal voor. Maar het is van bovenaf besloten dat het voortaan van onderaf moet komen. Je moet het ook echt durven loslaten. En dat is natuurlijk best wel een kunst, zeker voor overheden. Ik denk dat het een goede waarschuwing was van Joris Luijendijk van blijf op je hoede en blijf het snappen. Want als wij het niet snappen, dan gaat het niet goed. De vraag werd vanochtend terecht gesteld. Hoe worden nou de belangen van diegenen die er geen belangstelling voor hebben of geen tijd voor hebben, hoe worden die belangen nou gediend? WABO, CHW, WRO, APV, WMO, GVP, GVVP, NSL, PAS. Dat is voor u allemaal normaal. Maar iemand die daar dus zich in gaat verdiepen, die denkt meteen niet voor mij. Om handvatten te geven hoe te werken met de Omgevingswet heeft het Oversticht de werkplaats Omgevingskwaliteit ontwikkeld. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er twee werkplaatsen waar ter plekke ervaren kon worden hoe die methode werkt. Met bijvoorbeeld een landgoed op zoek naar economische dragers. Het is een goede manier om creativiteit naar buiten te krijgen, om nieuwe samenwerkingen te vinden. En dat is bij mij vanmorgen gebeurd, de samenwerking met het dorp Vlieringen. Dus heel positief. Wij doen al heel lang dingen samen met mensen. Dat is denk ik waar wij goed in zijn. Gewoon omdat we elke week in al die gemeentehuizen komen. Al die plannen van die mensen, hun initiatieven zien. Wij zijn denk ik bij uitstek een partner die ook die participatie daardoor op een niet opgeklopte, maar heel naturel manier vorm kunnen geven. Als het dan vanuit een deskundige club op een bepaalde vorm wordt aangeboden, waar gemeenten en anderen gebruik van kunnen maken, dat vind ik geweldig. Er zitten zeker ingrediënten in die we als Almelo zeker willen over gaan nemen. Ik las van de voorbeelden die ze hebben, dus ik was daar erg benieuwd naar. Ik vind het heel mooi dat dat inderdaad veel meer met de omgeving samen wordt bekeken wat nodig is. Superbelangrijk, omdat het vooraf plaatsvindt aan de keukentafel met de mensen en desnoods met de omgeving erbij. Ik denk dat dat een middel is die we in de toekomst veel meer gaan terugzien. Absoluut. Volgens Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel, is de periode van denken voorbij. Het belangrijkste is dat we het gaan doen en gaan ervaren. Zowel vanuit de provincie als de gemeentes in de goede samenwerking met onze inwoners. We moeten het gewoon gaan doen. Je gaat tegen fouten aanlopen. Deel die met elkaar. Leer daarvan. Maar ga gewoon aan de slag ermee. Aan het eind van de bijeenkomst was het tijd om te netwerken en te genieten van de lunch.